Maar nu eerst de televisiepremière van Six Miniatures, geschreven door componist Marijn Simons. En hij dirigeert zijn eigen net opgerichte Simons Ensemble. Dit zijn de eerste twee delen daarvan, Molto Allegro en Molto Tranquillo. Simons conduct Simons. Een nieuwe cd van Marijn Simons. En ik ga een klein stukje voorlezen als Marijn... Goedemorgen. Hallo. Goedemorgen. Want Marijn, bij de uitreiking van deze cd door Theo Olof... zei Olof het volgende. Nederland heeft bij mijn weten twee mannelijke topviolisten. Jaap van Zweden en Marijn Simons. Maar waarom deze mannen het vioolspelen... liever aan hun vrouwelijke collega's overlaten en moeten gaan dirigeren... is mij een raadsel. Mij inmiddels niet meer, moet ik je zeggen. Ja. Maar er zit wel een soort van een kern van waarheid in. De viool, ik... waar jou toch jouw instrument eerst was, dat wordt minder en minder. Ik kan natuurlijk niet voor Jaap van Zweden spreken, maar bij mij is het zo, er zijn twee dingen in het leven die ik doe, omdat ik dat innerlijke drang toe heb, en dat is componeren en het dirigeren. En beide zijn eigenlijk ook wel een mooie afwisseling. Want componeren is een heel introverte aangelegenheid. Terwijl dirigeren heel extrovert is en ook sociaal gebeuren. Ik vind het dan ook heel boeiend om te zien, dat was bijvoorbeeld nu ook, met de samenstelling van dit ensemble, om de bepaalde persoonlijkheden van de muzici mee te nemen. En, waardoor eigenlijk een totaal concept ontstaat voor de interpretatie die de persoonlijkheden van de muzici meenemen. Dat is iets wat ik als dirigent heel boeiend vind om te zien. En om te zien ontstaan, ook tijdens repetities. Toch ga je nog één stapje te snel. Wel, ik wil er niet te lang bij stil blijven staan. Maar hoe kan het dat dat instrument wat jou gefascineerd heeft vanaf toen je klein was... en waar je echt op uitblonk, hoe kan dat nu in één keer verdwijnen? Ik denk dat veel mensen zich dat toch af zullen vragen. Want iedereen zou wel zo viool willen spelen. Zoals ja, ik kan me dat natuurlijk ook wel voorstellen. Maar voor mij is vioolspelen heeft het...
het nadeel dat je eigenlijk altijd alleen met je eigen partij bezig bent. Natuurlijk speel je wel met andere muzici samen. Vooral ook in een orkest ben je eigenlijk met 70 man aan het musiceren. Maar toch ben je actief bezig met alleen je eigen partij. En als dirigent is veel meer bezig met het geheel en een bepaalde visie hebben over het totaal. En dat is iets wat mij veel beter, wat bij mij beter past. Wat ik pas gewoon persoonlijk bij mij beter als uitvoerend muzikus. En daarbij komt nog eens een keer dat ik vind het ook, ik vind het niet leuk om als componist inactief bij een uitvoering aanwezig te zijn, om in die zaal te zitten en te zien hoe een orkest repeteert. Dan moet ik altijd mezelf in bedwang houden om niet het podium op te gaan en dus eigenlijk het in controle te nemen en het te gaan sturen naar waar ik het naartoe wil hebben. Los van het feit dat er dirigenten zijn geweest die mijn muziek fantastisch hebben uitgevoerd. Maar ik vind het gewoon... Die combinatie, dirigent, die combinatie is heel boeiend. En ik denk ook in de geschiedenis heeft gebleken met een traditie van Mahler, Bernstein bijvoorbeeld, dat het bijna metier op zich is om die beide te combineren. Het is niet of de componist of de dirigent, maar de combinatie, en zoals ik voorheen zei, ook die tegenpolen die zich daar elkaar aanvullen, dat wordt op zich een metier op zich. We hebben net twee stukjes beluisterd van Six Miniatures. Mm-hmm. Wat mij wel heel erg verrast, is dat het me heel erg verrast. Ja, dat zeg ik een beetje krom. Ik vind het heel erg... En fris is ook weer een verkeerd woord. Want het is altijd ontzettend moeilijk als je muziek gaat proberen uit te leggen. Maar het boeit en ik hoor ook een eigen geluid. In ieder geval wat mij opviel is dat er een contrafagot in zit in het blaasquintet. Mm-hmm. En vaak vind ik bij blaasquintetten dat die bas altijd ontbreekt. Ja, vandaar ook mijn keuze. Precies, dank je. Voor de, goed opgemerkt. Vandaar ook mijn keuze voor de contrafagot. Ja, prachtig. Maar de bezetting van het ensemble wisselt vooralsnog eigenlijk per project. Ik bedenk eerst het programma en zoek dan de muzici bij elkaar. Ik zoek ze ook heel intuïtief uit. Hoe gaat dat? Gut feeling. Ja. Wat is de status van het orkest in Aken? Het persoonlijke antwoord, het beste B-orkest van Duitsland. Okay. Is vooral op operagebied heel sterk. Dus heb je heel veel natuurlijk ook in Duitsland, hè? Van opera-orkesten die ja, begeleiden het is doen. In Duitsland vrij normaal dat een orkest, het heet dan wel symfonieorkesten, maar en natuurlijk vinden er ook symfonieconcerten plaats. Maar het is hoofdzakelijk, kan ik toch wel zeggen, een opera-orkest. Met ook een fantastische chef-dirigent, Markus Bosch, die ook vooral voor Duitse begrippen heel progressief programmeert. Vinden heel veel nieuwe muziek ook plaats. En wat ik bijvoorbeeld ook heel boeiend vind, als Nederlander heel boeiend vind, om te zien dat in toch een provinciale stad als Aken bijvoorbeeld, dat is dan wel standaard repertoire, maar goed dan nog een opera als Zauberflöte of Rigoletto of Aida, gaat 30, 40 keer in één seizoen. In één theater en het is iedere avond uitverkocht. Mm-hmm. Dat is iets wat in Nederland, denk ik, ondenkbaar zou zijn. Zeker in een provinciale stad. Ja. En dat is toch heel boeiend te zien hoe, hoe muziek toch een functie heeft in het gezelschap. En dat is ook iets wat ik met mijn ensemble probeer te doen. En vooral daar ook te focussen eigenlijk op de moderne muziek. Moderne muziek heeft vaak bij orkesten een aparte serie. Het heeft een apart publiek, maar dat is denk ik helemaal niet nodig. Ik denk als moderne muziek met passie en overtuiging uitgevoerd wordt op dezelfde manier zoals in Beethoven of in Brahms. En als het geschreven is natuurlijk. Ja, natuurlijk. De compositorische kwaliteit staat voorop, dat is vanzelfsprekend. Maar het heeft net die passie op het podium nodig die men ook in een standaard repertoire stuk zou leggen. Ja. En als die erin zit, dan spreekt het publiek ook aan. En De enige strijd die ik eigenlijk met het ensemble moet voeren is om het publiek in de zaal te krijgen, om ze net over die drempel heen te zetten. Het publiek dat uiteindelijk komt is altijd heel enthousiast over hetgene wat neergezet wordt. En ik denk dat ook met moderne muziek man kan een heel mooie avond uit hebben. Ja, als het zo geschreven wordt, moet ik eerlijk zeggen, dan lukt dat zeker. Je bent nu 28? 27. Ja. 27.